Bij Willem II is Matthijs Branderhorst de keeper. Dat is omdat Timon Wellenreuter vanwege een blessure moet ontbreken vandaag. Bij FC Twente is Christian Cuevas de linksback. Het is zijn eerste basisplaats. Hij krijgt de voorkeur in de basis boven Jeroen van der Lely. Dit zijn toch de momenten waar Twente het van moet hebben. Vrije trappen rondom de 16. Voetballend wil het maar niet lukken om in het strafschopgebied te komen. Nu is het aan Holla. Strafschop voor Twente. Martens is overtuigd. Gele kaart voor Sol voor het vastpakken van zijn tegenstander. Ze staan er op een rijtje. Inderdaad, pakt die Lam vast. En dus is het een penalty. Geen spel tussen te krijgen. Het eerste echte werk voor Branderhorst in de Eredivisie bestaat uit het tegenhouden van een strafschop. Asaidi. En beheerst binnengeschoten. Net hard genoeg om die bal voorbij Branderhorst te krijgen. Tegen de kansenverhouding in komt Twente op 1-0. Branderhorst maakt zich groot. Maar hij is niet groot genoeg om de heel precies genomen penalty van Asaidi te stoppen. Asaidi. Cuevas goed meegekomen. Nu nog een goede voorzet. Die gaat richting Boeren. Die gaat langs alles en iedereen heen. Lindel dan. Kap naar binnen. Prima ingreep van Branderhorst. Asaidi kan meters maken. Zonder actie deze keer. Cuevas. Dit is goed gezien. Holla! Recht op Branderhorst af. Dit doet Twente veel te weinig. Branderhorst test. Het komt er nauwelijks aan toe. En na zo'n matige tweede helft verdienen. Dit is de stand na 8 competitieronden. PSV daadwerkelijk echt los van de achtervolgers. 5 punten voor op zowel Ajax als Feyenoord. En daarachter, weer 1 punt daarachter, Vitesse en PEC heel knap op de 5e plaats. En daar weer achter Heerenveen, AZ, Utrecht en VVV nog steeds in het linker rijtje. Kijken we naar rechts. Excelsior nu 10 punten. Alle 10 in uitwedstrijden gepakt dus voor ADO op basis van het doelsaldo. Groningen, Heracles, NAC. Het staat allemaal heel dicht bij elkaar. FC Twente 6 punten. Dat is maar 1 punt meer dan de ploeg die nu onderaan staat sinds dit weekend. En dat is Sparta. 5 uit 8 nu. Je debuut in Willem 2-1. Gelukkigste man van de wereld even. Op dit moment wel, ja. Zeker. Ja, dat is geweldig. Ik kom natuurlijk uit eigen jeugd. Dus altijd het moment het idee gehad van oké, ik wil hier slagen en ik wil hier mijn debuut maken. En om dan op dit moment dat echt mee te maken is natuurlijk geweldig. Is denk ik een droom voor iedere jeugdspeler. En het is voor mij vandaag uitgekomen. Dan raakt je concurrent Wellenreuter dan gisteren op de training geblesseerd. Dan denk je gelijk van nu komt mijn kans. Of hoe ging dat? Ja, eigenlijk wel. Ik ben sowieso de laatste tijd ging het wel echt lekker op trainingen en ik heb een paar oefenwedstrijden gespeeld, goed gedaan. Dus ik wist al van oké, ik zit er lekker in en het moment gaat er gewoon komen. En toen raakte hij inderdaad geblesseerd, had ik ook zoiets van ja, oké, dit wordt hem gewoon. Ik ga gewoon spelen morgen. Ik zag je af en toe een beetje onrustig, af en toe ook wel lekker wat tijd trekken, zeker in de slotfase van de wedstrijd. Was dat een lekker moment? Als je dan denkt, we staan 2-1 voor, even wat rustiger dat balletje uittrappen. Ja, zeker. Ja, ik ben van mezelf ook wel echt best wel rustig. Dus ook al was het gelijk geweest of hadden we achtergestaan, dan had ik het denk ik niet heel anders gedaan. Ik ben gewoon een beetje wat trager dan. Maar dat is natuurlijk lekker, sta je 2-1 voor en dan werkt dat gewoon in je voordeel. Ja. Ontlading was groot hè, toen die derde goal van Sol viel, ja. Bij jou ook? Ja, zeker, want je wil in je debuut gewoon winnen. En vooral als je ziet waar wij stonden, we stonden onderaan en er moest echt iets gebeuren. En 2-1 is toch niet helemaal zeker en zij waren aan het aandringen, dus ik had zoiets van oh ja, gaat het niet gebeuren, ik hoop dat het niet gaat gebeuren. En dan valt die 3-1 en dan weet je van oké, deze is gewoon binnen, nee, dit is lekker. Dit smaakt over lekker gesproken, ongetwijfeld bij jou, naar meer. Ja, zeker. Ja, ik heb zelfs zoiets van, kijk, het begin is er nu en de kop is eraf, zoals ze dat mooi zeggen. En nu moet ik gewoon doorgaan, ja. Wat weet je over de blessure van je collega? We hebben alleen op Twitter iets over, nog maar over gelezen. Ja, wat lichte knieklachten. Dus vandaag ging het al beter dan gisteren. Dus even afwachten wat de MRI-scan, als die gaat komen, gaat uitbrengen. En dan ben ik benieuwd wie de vrijdag gaat keepen.
blij met de overwinning, dat was nodig, wat je zei, hè? Laatste plek, daar ben je nu vanaf, dus het is naar boven kijken. Ja, want Sparta is nu laatste. Ja, precies. Nee, nou, dat is inderdaad fijn. Nu kun je wat meer zekerheid creëren in het team. En als je onderaan staat, is dat altijd zoiets van, oké, jongens, ja, als het maar niet weer gaan verliezen. Als je dan een doelpunt tegenkrijgt van, oh jongens, dat heb je misschien vaker gezien dit seizoen. Dan krijg je niet alleen 1-0, maar ook gelijk de 2-0 mee horen. En nu komt er gewoon iets meer zekerheid in het team. En moeten we gewoon vooruitkijken. We hebben gewoon een fantastisch elftal. Goede spelers. En we hoeven echt niet onderaan te staan. Dus nu kunnen we eindelijk weer een beetje naar boven kijken. Afsluitend, hoe ga je het nou vieren? Ga je het dan vieren vanavond? Zie je de buurt? Wat ga je straks doen? Ik weet het eigenlijk nog niet. Mijn ouders zijn hier. En mijn vriendin en mijn broertje, zusje, vrienden. Dus ja, ik ga zo meteen even naar boven sowieso. En kijken wat zij van plan zijn. Ergens een hapje eten of zo. En morgen gewoon weer trainen. Dus ik ga het ook niet al te gek maken.